Vandaag wil ik eens stilstaan bij het doorgronden van jouw waarden. Wat zijn jouw waarden? Waar streef jij naar? En wat is absoluut ondenkbaar dat ze jou kunnen ondermijnen? Of dat jij jouw waarden prijsgeeft, loslaat en inruilt voor iets anders? Terwijl ik daarover aan het nadenken was, kwamen een paar mensen in mijn herinnering. Ik wil er een paar noemen om even bij stil te staan hoe specifiek dat was. En hoe vaak je gewoon daarmee geconfronteerd wordt dat jouw waarden nastrevenswaardig zijn. Een oud studiegenoot van me, Ignaz Kroijmans, die had dezelfde opleiding in het begin als ik, was dus ook onderwijzer geworden, maar was daarna theologie gaan studeren. En hij woonde samen met een vriend. Op het moment dat hij was afgestudeerd en solliciteerde naar een baan binnen een of andere katholieke parochie in Brabant, werd hij bij bisschop Ernst destijds geroepen. En deze bisschop sprak deze woorden. Luister hoe hypocriet. Natuurlijk kun jij met je vriend samenwonen, maar het is wel belangrijk vanuit de kerk, vanuit ons gezien, dat je een postadres neemt. En verder wat jij doet achter de deur, daar wil ik niets mee te maken hebben. Ignaz was woedend, want de bisschop raakte hem aan zijn eigen belangrijke waarden. Authentiek zijn, voor jezelf staan. En Ignaz bedankte en die ging als het ware bij de concurrent werken voor een protestantse orde, protestantse organisatie. Dat is ook een prachtig voorbeeld. Hij ging werkelijk op de barricade staan voor zijn waarde. Een ander voorbeeld die me altijd geraakt heeft en die heel vaak in onze groepen, en vooral in onze opleidingsgroepen, heeft opgetreden, was onze vriendin, de Joodse vriendin, Lies Lobato. En Lies Lobato was een overlever van het concentratiekamp. Haar hele familie was uitgemoord. En Lies had het overleefd. En ze had een slogan in haar leven, die later ook gewoon heel erg populair geworden is en heel veel mensen gebruiken die. Elke dag is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Want wat was een belangrijke waarde voor Lies? Ik laat me nooit, maar dan ook nooit meer veroordelen om wie ik ten diepste ben. Zij was Joods van afkomst en de hele familie was uitgeroeid. Lies ging ervoor staan en was er trots op dat ze Joodse was. En ze heeft dat waargemaakt. En ze zei wel eens ooit tegen een student van ons die van alles meegemaakt had in het leven, redelijk dramatisch zouden wij zeggen. Dan zei ze, ben je ooit met de dood bedreigd om wie je ten diepste bent? Oké, waar mouw je over? Ga staan voor je wil zijn en geef vorm aan jou. Eigen waarde, jouw diepe waarde. Een ander die heel vaak in mijn herinnering komt, en vooral de laatste tijd, ze is al lang geleden overleden, dat was Lies Ketelaar. Lies Ketelaar was een vrouw uit Veghel. En ik leerde haar kennen via een tv-programma, dat heette Heel de Mens van Aad Langebent. En in dat programma sprak Lies vol bewondering als moeder over haar zwaar dubbel gehandicapte dochter, die niet meer thuis kon wonen. Ze leefde als een plantje, ze kon niet spreken. Maar Lies ging er heel vaak op bezoek en zong voor haar prachtige liedjes en zag een glimlach op haar gezicht. En ze ging op de tv de discussie aan, zo van, kan een mens die zo naar de wereld gekomen is met zo'n handicap, dubbel handicap zelfs, kan die een volwaardig mens zijn? Kan die, staat die ergens voor? En Lies vertelde zo vanuit haar hart hoe zij als moeder met haar dochter omging. Dat was net in de periode dat ik thuis buitengezet was. Omdat mijn moeder vond, die sprak die historische woorden, ik had nog liever dat je kanker had. En daarmee sloeg ze de deur dicht
in mijn proces. Ze kon het niet accepteren. Op dat moment althans niet. Later is dat helemaal anders geworden. Maar op dat moment moest ze deze harde woorden spreken. Voor zichzelf. Want haar waarden waren volledig intrinsiek geworden. Dat waren de katholieke waarden. En ja, met de Bijbel in de hand. En zeker als je de Bijbel gebruikt als wetboek. Kun je heel wat mensen daarmee om de oren slaan. Ik vind de Bijbel nog steeds een inspirerend boek. Maar vooral een inspirerend boek. Nooit een wetboek. Nooit van dit hoor je te doen, dit moet je doen. Juist door de Bijbel, misschien ook wel door politiek, zijn onvoorstelbaar veel oorlogen gevoerd. Toch terug naar waar het om gaat. Hoe ben jij doordrongen van de waarde waarvoor jij staat? Een van mijn belangrijke waarden, en ik heb een aantal uitgewerkt in het artikel, maar een van de belangrijke waarden is, hoe geef ik zin en betekenis aan mijn leven? Dat doe ik natuurlijk op mijn manier. Dat doe ik met de kwaliteit en de talenten die ik gekregen heb. Dat doe jij ook. Jij zult ook vorm geven, zin en betekenis geven aan jouw leven. Op jouw manier. En dat hoeft niet altijd mijn manier te zijn, want laten we vooral heel veel respect voor elkaar hebben. Maar het is wellicht een andere manier. Liefde is ook zo'n begrip. Maar liefde is het meest verkwanselde begrip, ik noem het wel eens ooit, het meest verkrachte begrip wat er bestaat. Om reden van de liefde worden soms walgelijke dingen gedaan. Maar de pure liefde waarbij je de ander laat om wie hij of zij is, waarbij je die ander accepteert om het anders zijn, waarbij je juist dat andere in die ander stimuleert, die ware liefde is voor mij heel essentieel. Maar zo zijn er heel veel begrippen, heel veel waarden die bij jou ook op de voorgrond staan. Ik daag je uit om daar eens bij stil te staan. En als je waarden tegenkomt in het artikel die je vaag herkent, of waarbij je denkt, hey, die heb ik wel meegekregen ja, in mijn opvoeding, maar ik doe er weinig mee, is het misschien eens tijd om je daarop te focussen, om eens even stil te staan, hoe kan ik die groter maken in mijn leven? Hoe kan ik me die meer bewust maken in mijn leven? Ik wens je op deze bijzonder mooie dag hier in de Dordogne een hele fijne dag toe. Ik ben vandaag bezig geweest met het snoeien van de rozen, want ik voel dat het voorjaar eraan zit te komen. En wat zou het fantastisch zijn om na deze hele COVID-periode hier weer mensen te mogen ontvangen die met mij samen kijken naar zichzelf, werken aan zichzelf, bewust worden om een beter mens te worden, om een ander mens te worden, om het roer om te gooien, om dichter vanuit zichzelf te leven en te werken. Ik daag je uit. Kijk maar eens op onze website waar allerlei workshops omschreven staan. En nogmaals, de data moet je even vergeten, want we hebben steeds op moeten schuiven door de COVID. Maar zo gauw het kan, zo gauw mensen weer mogen reizen, gaan we hier weer van start. En je bent van harte welkom op deze unieke plek hier in de natuur, in de Dordogne.